Dit jaar staat in het teken van verbinding. Meer dan ooit is het belangrijk om in gesprek te gaan en vooral te luisteren naar elkaar. Als burgemeester ga ik op zoek naar verschillende verhalen van mensen die het verschil maken in Meierijstad. Nou, welkom Hilde, hier op het bankje bij de burgemeester. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Hier bij de Kienenhoef. En we zitten hier vanwege de week van de kinderen van de Zevensprong. Maar misschien eerst bij jou te beginnen. Wie is Hilde? Nou, ik ben Hilde van der Ende, moeder van een jongen en zwanger van de tweede. Ik ben voorzitter van de Zevensprong. Ik ben 11 jaar actief geweest als vrijwilliger van deze organisatie. En nu 4 jaar in de organisatie zelf en de laatste 2 jaar als voorzitter. Misschien even van wat is de Zevensprong precies? Ja, de Zevensprong is een kindervakantieweek voor alle kinderen uit Sint-Oedenrode. Uit groep 3 en 4 en met name ook het speciaal onderwijs. Wij organiseren een vakantieweek vol sport en spel, 4 dagen lang. Ja. En dat is eigenlijk de allerleukste start van je zomervakantie. Ja, ja, en in een prachtige entourage. Ja. En ik denk dat je wel blij bent dat het dit jaar weer door kon gaan. Ja, daar zijn we echt super blij mee. Vorig jaar kon het echt niet. Nee. Ze hebben een digitaal programma gedraaid met daarnaast een vakantiedoeboek. Maar hier de kinderen zo bezig zien, dat hebben we echt gemist. Ja. En we zijn ook heel blij dat we daar samen met de gemeente aan hebben kunnen werken dat het door mocht gaan. Ja. En dat er een uitzondering is gemaakt voor activiteiten met kinderen. Ja, ja. Ja, je gebruikte al het woord passie. Wat is voor jou de passie? Ja, die blije snoetjes. En de kinderen, maar ook de vrijwilligers die het heel leuk vinden. Mm-hmm. Ja, dat je iets neerzet waar anderen echt gelukkig van kunnen worden. Ja. Ja. En dat geeft jou dan ook weer... Ja, geeft mij ook geluksgevoel. Ja, zeker. Ja. Heel mooi. En nu 2 jaar voorzitter. Ja. Dat is toch weer een wat andere rol daarin. Ja. Hoe bevalt dat? Heel goed eigenlijk. Ik moet wel zeggen dat ik heel blij ben dat ik de organisatie al kende voordat ik voorzitter was. En dat ik ook vrijwilliger ben geweest. Dat ik het vanuit alle hoeken heb gezien. En ik ben ook heel blij dat de vorige voorzitter nog een tijdje er is en blijft. Zodat ik nog alles kan vragen wat ik wil weten. Maar ik vind het heel leuk om te doen. Je staat toch meer in een delegerende rol ook. Je houdt het overzicht. Ja, dat past wel bij mij. Zijn er nog wensen naar de toekomst toe? Ja, wij hebben wel echt de wens om kinderen uit speciaal onderwijs nog meer te kunnen betrekken bij ons programma. We hebben de afgelopen jaren heel veel geïnvesteerd in het omgaan met kinderen met lastig gedrag. Ja. Maar we bereiken ze moeilijk, kinderen vanuit speciaal onderwijs, omdat ze niet hier in Rooi naar school gaan. Alle andere kinderen krijgen de informatie en inschrijfformulieren via de scholen. En zoiets hebben we bij het speciaal onderwijs nog niet bereikt. Dus daarin hebben we wel de grote wens om daar nog meer actie op te ondernemen en ook iets te kunnen bereiken. Ja. Nou, dan zou het mooi zijn als er ouders of leerkrachten van speciaal onderwijs ook kijken en ook enthousiast worden van wat jullie hier de kinderen bieden en wie weet wat dan de toekomst nog brengt. Ja, want we hebben zeker ook een hele mooie plek voor die kinderen. Ja. Okay. Nou, dankjewel. Nou, fijn dat we er mochten zijn. Leuk. Nou, welkom Lucas, hier op het bankje bij de burgemeester. Jij bent een van de vrijwilligers bij kindervakantiewerk De Zevensprong. Hoe ben je daar ingerold? Nou, mijn vader die is vanaf zijn 18e al zeer actief bij De Zevensprong. Hij is ondertussen 33 jaar bezig. En ja, dat is dus eigenlijk al vanaf jongs af aan ben ik daarmee opgegroeid. En zo heeft ook mijn hele gezin, dus ook moeder, broer en zus, hebben meegedaan. En toen ik eindelijk 16 was, toen had ik er ook keiveel zin in. Toen ben ik ook mooi aan begonnen. Ja. Want je hoort ook wel eens ooit van als ouders heel druk met iets bezig zijn in de hobby, dat kinderen zeggen, ja maar aan mij niet besteed, want dat kost veel te veel tijd en ik zie dat allemaal aan. Dat was het dus bij jou niet het geval? Nou nee, ik heb al vele jaren op maandag mee alles geholpen om op te bouwen. En als ik dan zo rondkijk en een keer door de week langskom, dan vond ik het er altijd super leuk uitzien. Dus nee, ik heb er zeker altijd heel veel zin in. Ja, ja. Heel mooi. Dan maak je als vrijwilliger denk ik in zo'n week en in die weken van alles mee. Wat is nou het spannendste moment wat jij bij de Zevensprong hebt meegemaakt? Ja, ik denk toch wel het begin voor de kinderen. Ik Ik hoop natuurlijk altijd dat ik een leuke leiding ben en ik hoop dat ik vanaf het begin die kinderen overal mooi mee naartoe kan nemen. En dat ze er meteen allemaal plezier in hebben. Nou was het dit jaar natuurlijk nog, was het nog spannender eigenlijk, omdat het, iedereen was nieuw. Maar ja, uiteindelijk helemaal top, alle loopt kinderen willen. Weer zoals vanouds. Ja, precies. Maar er zijn natuurlijk altijd toch wel bijzondere anekdotes die je meemaakt. Ja, zeker. Ik vond het 2 jaar geleden dan heel mooi, toen we eigenlijk afscheid moesten nemen. Die kinderen gingen allemaal om mij en mijn medeleiding omstaan en ze gingen ons allemaal knuffelen en ze wilden niet gaan. Oh, ja. En die ouders die moesten ze eigenlijk meenemen om echt naar huis te gaan. Dus ja, dat is wel altijd een mooi moment, het afscheid nemen. Dan voel je denk ik heel veel dankbaarheid en dat geeft natuurlijk ook weer de energie om daarmee door te gaan. Zeker, als kinderen zo aan je verknocht zijn geraakt in een week tijd. Ja, zeker. Dan heb je weer helemaal zin in de volgende keer. Ja. Nou, heel veel succes deze week. Dankjewel, gaat goed komen. En ik wens, nee, knuffels mogen ze aan het eind van de week denk ik niet geven, dat weet ik niet. Maar dat, het toch een, dat ze heel blij zijn geweest aan het eind van de week. Dat, dat jij een van hun leidinggevenden was. Dus heel veel succes. Top, dankjewel. Dankjewel.